Hoi! In deze video leg ik je uit hoe je CanJam speelt. Om CanJam te spelen heb je het volgende nodig. Als eerste twee officiële CanJam goals. De officiële CanJam disc. En omdat CanJam 2 tegen 2 gespeeld wordt, heb je dus in totaal 4 spelers nodig. Hoe werkt CanJam? CanJam bestaat uit het gooien en het van richting veranderen van de disc om zodoende punten te scoren. Hierbij staan de CanJam goals 15 meter uit elkaar, elk met een speler van hetzelfde team erachter. Nadat de spelers van hetzelfde team 1 keer gegooid en geslagen hebben, worden de punten geteld en is het andere team aan de beurt. Hoe scoor je punten? Er zijn meerdere manieren om punten te scoren. De ontvanger slaat de disc uit de lucht en deze raakt de zijkant van de goal. 1 punt. Een directe treffer betreft 2 punten. En wanneer de ontvanger de disc in de goal slaat, levert dat 3 punten op. Het team dat als eerste precies 21 punten weet te behalen, wint het spel. Tenzij iemand de disc door de gleuf gooit, want dat is een instant win. Kijk voor meer informatie en om de regels te downloaden op www.canjam.eu.